Dan kijken we hoe het ondertussen met Violet de eenhoorn gaat. Alsjeblieft, ridders. Help me uit deze bel, zodat ik weer naar huis kan. Naar mijn vrienden. Rustig maar, Violet. Blaze en ik zijn al onderweg. Ridders in actie! Blaze, kijk uit! Vallend ijs! Dat scheelde niets. Oh nee, om bij Violet te komen moeten we eerst langs deze ijsspuwende bergen. Ik weet iets. We kunnen toch iets bouwen? Iets waarmee we over de berg kunnen vliegen en het ijs laten smelten. Ja, we maken een vuurspuwende draak. Ik ben een vuurspuwende draak. Monsterdruk! Actie, Ridder Blaze. Bedankt, AJ. Maar ik verwacht dat er nog meer ijs onze kant op komt. Als je nog meer ijs ziet, roep dan ijs. Ijs! Zet de brander maar aan. Drakenvuur! We zijn er. Dit is het barre boze bellenmoeras. En dat klinkt als Violet. Zo te horen is ze aan de andere kant van het moeras. Blaze, kijk uit. Barre boze bellen. We moeten wel oppassen. Anders worden wij ook nog gevangen in een barre boze bel. Hey, ik heb een idee. Nu we ridders zijn, kunnen we de bellen doorprikken. Je hebt gelijk, Ridder AJ. En dat kan met onze zwaarden. 1, 2, 3, 4, 5. Oké. Goed gedaan, Ridder AJ. Ridder Blaze. Ridder AJ. Help. Kijk, daar is Violet. Maar de wind blaast haar bel weg. Stap in, AJ. Het is tijd voor lichtsnelheid. Wil je dat ik met lichtsnelheid ga? Zeg dan knallen, Blaze. Knallen, Blaze. Blaze en Ridder AJ. Hey. Oh, graag gedaan, Violet. En we zijn niet de enigen die blij zijn dat je weer veilig bent. Kijk, daar heb je de andere eenhoorns. Daar ben je. Violet. Ja. Kom je, Violet? We zijn weer helemaal compleet. We gaan naar huis. Wat een goed idee. En ik weet een perfecte manier om daar te komen. Wow! De 7 eenhoorns maken samen een magische regenboogbaan. Kom op, Blaze en AJ. Doe maar mee. Ridders naar de regenboog. We moeten nog één wensteen vinden. Mijn rode wensteen. Daarmee heb ik mijn krachten weer terug. Ik vraag me af waar die kan zijn. Ik heb een idee. We kijken of we hem met vizierzicht kunnen vinden. Overal vizierzicht.
Hij moet hier ergens in deze oase zijn. Als je de rode wensteen ziet, roep dan wensteen. Wensteen! Oh, ik kom al, wensteen! Ik spring via die waterleliebladeren naar de overkant. Wat is dit? Dit waterlelieblad komt ineens omhoog. Simsalabim, het is een krokodil. Pas op, wensgeest. Dank je, Blaze. Hè? Hoe komen we met al die krokodillen in het water bij de laatste wensteen? Hey, ik heb een idee. Kijk, van sommige van deze bladeren zijn beide helften gelijk. Ze zijn symmetrisch, maar de krokodillen houden niet van symmetrie. Ze verstoppen zich onder de bladeren met twee verschillende helften. Dus, om bij de krokodillen uit de buurt te blijven, springen we alleen over de symmetrische waterleliebladeren. Ja, kijk je mee? Welk blad heeft twee gelijke helften? Dat daar, ja! Dat is symmetrisch! Kom maar mee, vrienden! Ja. Oké! Er zijn geen krokodillen hier. Eens kijken hoe we nu verder kunnen. Welk blad heeft twee gelijke helften? Dat daar! Ja! Ja! We zijn veilig! Nog maar één sprong en dan zijn we op het eiland bij mijn wensteen! Kijk heel goed. Welk blad is symmetrisch? Dat daar, ja! Beide helften zijn gelijk. Yeah! Het is gelukt! En nu kan ik bij... Met de eindsteen. Oké! Yeah, wensgeest! Wensgeest, er is nog één probleempje. Oh, en dat is? Die krokodillen willen je wensteen. Jakkes! Komt goed, wensgeest. Ik rij ons hier supersnel vandaan. Met lichtsnelheid. Oh yeah! Als je wilt dat ik met lichtsnelheid ga, zeg dan... Knallenblaze! Knallenblaze! Tot ziens, krokodillen! Oh, nu heb ik eindelijk al mijn wensstenen weer terug! Oh, bedankt, Blaze en AJ. Graag gedaan, wensgeest. Nou, kom op. Zet die laatste wensteen maar gauw terug op zijn plek. Oké, daar gaat hij. Simsalabim! Mijn krachten zijn terug! Wensgeest! Nu kan ik weer wensen uit laten komen. Oké, wat zullen wij nu eens wensen? Nou, wat we ook wensen... Het moet groot zijn. Dus iets groots. Iets leuks. En iets leuks. En iets wat nog nooit iemand ooit heeft gezien. Aha, dan weet ik het al. Simsalabim! Wow, het is een grote taart met een racebaan. Het is een racebaantaart. Nu kunnen jullie racen en lekker taart eten. Simsalabim! Oh yeah! Op jullie plaatsen. Klaar. Oh. Jij wenst iets, maar je bent maar wensbaar. Jij wenst iets, maar je bent maar. Het mag groot, het mag klein. Simsalabim! Mag die snelle magie niet te pakken krijgen. Ik wil de snelste zijn van allemaal. Ha! Dat houdt hem wel tegen. Blaze, kijk uit. Yeah. Wow. Wow.
zei toch dat ik de snelste ben van allemaal? Wieldoppen! Koningin Snelline mag dat flesje snelle magie niet te pakken krijgen. Hé, wacht eens even. Ik zie iets waardoor wij er sneller kunnen zijn dan de koningin. Een magische bonenstaakboom! Ja! We kunnen een bonenstaak laten groeien tot hoog in de wolken. Maar er zitten heel veel gaten in de grond. Om de bonenstaak te laten groeien, moeten we hem planten in een gat met dezelfde vorm en grootte als de boon. Juist, ze moeten dus congruent zijn. Kom op! Kijk maar eens goed naar de boon en het gat. Hebben ze dezelfde vorm en grootte? Nee, ze hebben dezelfde vorm, maar niet dezelfde grootte. Vlug, we proberen een ander gat. Heeft deze boon dezelfde vorm en grootte als het gat? Nee, het heeft dezelfde grootte, maar een andere vorm. En dat gat daar dan, Blaze? Eens kijken. Heeft de boon dezelfde vorm en grootte als dat gat? Ja! Als we de boon iets draaien, zien we dat hij dezelfde vorm en grootte heeft. Ze zijn congruent! Het is gelukt! De bonenstaak groeit helemaal tot in de wolken! En daar heb je de snelle magie! Oh, maar als we niet opschieten, dan is koningin Snelline er eerder. Dus moeten we supersnel de bonenstaar beklimmen. Met lichtsnelheid. Wil je dat ik met lichtsnelheid ga? Zeg dan, knallen Blaze. Knallen Blaze. Niemand houdt mij nog tegen. Zelfs niet die. Blaze, dat is onmogelijk. Oh ja! Woehoe, yeah! Het is gelukt. Dan brengen we de snelle magie snel terug naar onze vrienden. Ik ben net een slaaf. Klinkt als... Blaze! Ik word weer lekker snel! Ja, ik ook! Haha, de snelle magie werkt! Nu kunnen we weer lekker verder racen! Spiegeltje, vertel mij vlug, word ik ooit weer de snelste monster terug? Koningin, snelheid is niet alles, zeg ik als bediende. De allerfijnste race je namelijk met vrienden. Vrienden? Yeah! Magische spiegel, je hebt gelijk. De koningin! Ik vroeg me af, vinden jullie het leuk als ik met jullie mee race? Maar natuurlijk, koningin Snelline! Oh, yeah! Yay! Er is altijd plek voor een extra vriendin! Nou, maar dat is prachtig! Kom op, vrienden! Dan gaan we lekker snel met z'n allen! Ja, het snelst van allen.